Ik hoop dat ik jullie wel heb gewezen op de gevaren en hoe je zo'n manipulatiesoort kan herkennen. En hoe je er eventueel op in kan spelen en van kan profiteren. Hey, ik ben Chris van Dopecash en zoals beloofd ga ik vandaag iets vertellen over manipulatie. Ik denk dat het filmpje iets langer wordt als normaal. Wat wil ik vandaag behandelen? Ik wil vandaag sowieso behandelen short en long squeezes, lick slides, dus in het verlengde daarvan, buy and sell balls en spoofing. Hoe je deze kan herkennen en hoe je er eventueel van kan profiteren. Ja. Laten we maar beginnen met de short squeeze, want dat is degene waar we eigenlijk als laatste echt, ik denk velen van jullie mee te maken hebben gehad. Wat is nou een short of een long squeeze? Dat is gewoon heel simpel, in een hele korte periode wordt er veel druk uitgeoefend op een bepaalde asset. In dit geval, en vandaag behandelen we ook de Bitcoin, dat is dus de asset. En die druk die brengt een bepaalde prijsactie met zich mee. Het balletje gaat zeg maar rollen. Dus het balletje wordt aan het rollen gebracht. Nou, meestal is dit in de positie waarin de meeste shorts openstaan. Dus een short bijvoorbeeld betekent dat ik voor een daling van de Bitcoin. Ik zet geld in voor een daling van de Bitcoin. Als er een squeeze plaatsvindt, dan is dat dus waarschijnlijk een short squeeze. Omdat er in verhouding veel meer shorts ten opzichte van longs openstaan. Het long is dus natuurlijk iemand die voor een koersstijging van de Bitcoin voorspelt. Nou, dit is het gevolg van de short squeeze. Maar hoe veroorzaak je nou zo'n short squeeze? Dat is heel simpel. Dat is dus door de prijs tegenovergesteld te beïnvloeden. En dat is in dit geval dus door het stijgen van de Bitcoin. Zo worden shorters uit de markt gedreven door het stijgen van deze asset. En dat zien we hier. De enige manier dus om shorters te verwijderen is dus door stijging. En dat werkt eigenlijk heel simpel. Want als jij hier ergens een short hebt gesloten, voorspel jij dus een daling van de Bitcoin. De Bitcoin gaat niet dalen, de Bitcoin gaat stijgen. Dus wat doe je? Je raakt in paniek. Je ziet of je winst verdampen, of sta je misschien zelfs al in verlies en zie je je verlies alleen maar toenemen. Dus wat ga je doen? Je gaat zo snel mogelijk die short sluiten. En aangezien een short squeeze altijd heel snel gaat, hebben de meeste mensen nog ineens een kans om een short te sluiten. Die worden gewoon geliquideerd. Dat betekent dus dat je hele positie wordt gesloten. En wat is nou het grappige? Als jij bijvoorbeeld short gaat, de enige manier om geliquideerd te worden of je positie te sluiten is door een buy order te plaatsen. Dus door sluiting van die positie versterk je het effect van de squeeze nog erger. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde met het balletje rollen. Het balletje wordt steeds groter. Dat is een sneeuwbal, kan je het zien. Die wordt dus gevoed door de shorts, de mensen die erin FOMO'en. Liquidaties, nou ja, en je hebt een squeeze te pakken. Vaak in een hele korte tijdsperiode, soms van maar één candle, kan een prijs van een bepaalde asset, en hebben we het in dit geval over de Bitcoin, minimaal doorgaans wel 15% stijgen. En dat is, als je praat over een markt als Bitcoin, is dat gewoon echt een flinke stijging. Nou ja, waarom wordt zo'n squeeze nou veroorzaakt? Want wie heeft er nou baat bij? Dat zijn meestal grote partijen die een betere positie willen hebben, een betere positie willen bemachtigen als de rest van de markt. Want er zijn al heel veel shorters en de grote partij die de squeeze in gang zet, die wil eigenlijk een betere positie als de overige mensen, omdat die dan een voordeel heeft ten opzichte van de anderen. Nou, wat moet hij daarvoor doen? De andere shorters uit de markt drukken en zelf een betere positie innemen. Dus het is een win-win situatie. Door de stijging van de Bitcoin zijn heel veel mensen gedwongen hun short te sluiten of worden er door de liquidatie uitgegooid.
Vervolgens op de top van de stijging neemt de positie zelf een hele grote short in. En heeft hij zijn grote order gevuld. Dus dat is eigenlijk hoe een short squeeze werkt. En dat is dus inderdaad gewoon een soort van een vorm van manipulatie. Want het is een partij die door een directe actie echt de koers kan beïnvloeden. Dit komt overigens voor in heel veel markten. Dit is allemaal leuk, maar hoe kunnen we nou profiteren van die squeeze? Dat is eigenlijk ook niet zo heel erg moeilijk hoor, want aan een squeeze kan je echt, als je bijvoorbeeld een short positie open hebt staan tijdens de squeeze, ja, dan kan je echt flink je vingers branden. Als je risicomanagement niet goed is, dan word je sowieso geliquideerd, nou, dan heb je helemaal geen geld meer. Dus wat ik altijd zelf doe, zo doe ik het in ieder geval zelf. Dit is geen financieel advies, maar ja, dient meer ter informatie. Kijk altijd, doe altijd je eigen onderzoek. En ik ben niet verantwoordelijk voor jullie acties. Ik geef alleen maar informatie hoe je dit eventueel kan voorkomen en hoe je hier winst aan kan maken. Ik kijk gewoon naar short chart en de long chart. En voor de mensen die mijn updates regelmatig volgen, daar heb ik al verschillende keren aangegeven dat de longs zich op een superhoog niveau bevinden door een trendlijn gebroken. En in dit soort situaties ga ik wel bij mezelf denken, ga ik nu zelf ook een short op de Bitcoin openen? Is dat verstandig? En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is misschien niet het beste moment om nu een short te sluiten. En wat ga ik dan doen? Als ik een short heb en ik kan hem redelijk kosteloos sluiten, dan doe ik dat. Of als ik in winst sta, natuurlijk sowieso. Kan ik dat niet, dan ga ik een hele strakke stop losplaatsen. Dat mocht er zo'n squeeze plaatsvinden, dat ik wel gelijk word uitgestopt zonder dat ik geliquideerd word. Want heel vaak zie je ook dat er zoveel orders doorkomen. Dat in dit geval Bitmax, die liep gewoon vast, die kunnen die orders niet aan. Ja, met resultaat dat uiteindelijk altijd de gebruiker de dupe is. Daarnaast ga ik al mijn openstaande orders rondom het huidige prijsniveau van de Bitcoin, die ga ik verwijderen. Ik zal even de chart erbij pakken en dan kijken we meestal op de 15 minuten. Dus stel, ik zal dan even net voor aan de squeeze gaan, dat is wel leuk natuurlijk. De koers bevond zich ongeveer op het gemiddelde, laten we zeggen hier voor het gemak, laat ik het even afronden naar 6400. In een range van 5% van die 6400 ga ik al mijn orders sluiten. Omdat ik gewoon weet, ik heb te weinig speling voor zo'n squeeze. Zo'n squeeze, wat ik al zei, is doorgaans 15%, maar ga uit van minimaal 10%. Dat haalt hij makkelijk. Wat ga ik dan doen? Alle orders die direct onder en boven de prijsrange liggen, die ga ik sluiten. En ik ga mijn orders veel verder openen. Dus veel hoger, veel dieper in het boek. Laten we zeggen, 5% is ongeveer 300 om erbij voor het gemak. Dan ga ik mijn eerste order pas plaatsen op de 6700. En dan zie je dat ik al best wel goed zit eigenlijk qua wik. En daarna ga ik ze gewoon inlagen. Dus ik ga om de 50 of om de 100, ik doe het nu even snel uit de hand, ga ik gewoon orders openen. En zodoende weet ik altijd dat ik gebruik maak van die wik. Wat ik dus niet doe, dat moet je niet vergeten, ik speel niet deze movement. Ik ga niet gokken op de pump. Ik ga juist gokken, want wat weet ik altijd, dan koers daarna bijna altijd retraced. En de markt is nog steeds bearish. Ik gok op deze beweging. En daarvoor wil ik mijn posities openen. En we zien ook dat dat later inderdaad heel goed heeft uitgespeeld. De prijs is gewoon teruggevallen en zelfs voorbij. Nou, dat werkt dus ook gewoon de andere kant op natuurlijk. Je kan voor de zekerheid, als je niet helemaal zeker weet of het een squeeze short of een long squeeze wordt, want dat kan natuurlijk altijd, dan plaats je 5% onder de koers, plaats je ook gewoon wat long orders.
Dus je doet het tegenovergestelde van wat de wick doet. Dus als de wick, als je een groene wick verwacht, een groene candle omhoog, dan open je een short positie. Je gaat niet open lang nemen, want dat betekent dat jij de FOMO voedt, de gekte. Je moet er juist tegenin gaan. Nou, dat is de manier waarop ik hierop inspeel. Ik heb dit op BitMEX gedaan en daarmee heb ik bijna op deze ene move heb ik bijna mijn hele account verdubbeld. Wat hebben we nog meer? We hebben buy and sell was. Die zou ik ook even laten zien. Daarvoor heb ik deze chart niet nodig. En dan gaan we gewoon wat exchanges erbij pakken. Voor buy and sell was. Die zijn gewoon gebonden aan het orderboek, hè. Dus hier hebben we bijvoorbeeld even kijken hoor, Bitfinex openstaan. Dit is dus het diepteboek, het orderboek. En je ziet dit soort hele brede stukken. Dat noemen ze dan eigenlijk een wall. Hier heb je hem in Binance. Ik heb de meeste er even bijgepakt. Dan is het wel wat makkelijker voor jullie. Dus dit is ook weer het diepteboek. En ik heb volgens mij ook nog openstaan. Bitmax. Even kijken. Daar zien we diepteboek hier. Heb ik hem even wat kleiner gemaakt. Maar je ziet hem ook nog onder de orders doorlopen. Nou, wat is nou een wall? Een wall is gewoon een hele grote order. En die wordt visueel weergegeven in het diepteboek. En dan kan die er... Ik denk niet dat ik er 1, 2, 3 snel eentje kan vinden. Maar ik kan wel gewoon even inzoomen. Dan krijg je hetzelfde effect. Als jij het orderboek ziet, dan heb je hier een hele kleine order. En dan heb je hier een onwijs grote, in dit geval een buy wall. Ja, nu zou het een sell wall zijn. Dat komt gewoon omdat ik hem op een korte tijdsframe een beetje probeer te zoeken. Wat doet zo'n wall nou? Het enige effect van een wall, dat is het psychologische effect. De invloed die die heeft op jou en mij. Want ja, ik wil dus bijvoorbeeld een bepaalde coin kopen. Maar ik zie een gigantische sellwall staan. Ik denk, ja, ik ga die coin niet kopen, want er staat een hele grote sellwall. Heel veel mensen willen die coin verkopen, dus die koers die zal wel omlaag gaan. Dus ik stel me aankoop van die coin uit. En dat is eigenlijk precies hetgene wat die partij wil. Ik noem hem voor gemak maar even de wallman of zo. De wallman. Die wil, die beheert de sellwall en die wil dat de prijs omlaag gaat. Ja, waarom wil hij dat die prijs omlaag gaat? Dat komt gewoon omdat hij meer positie wil verzamelen. Hij wil voor een lagere prijs zijn positie verhogen. En dus plaatst hij gewoon een wall om de koers omlaag te drukken. Mensen die namelijk wel een positie hebben en hun coins willen verkopen, die moeten die wall gaan frontrunnen. Dus die gaan voor de wall liggen. Die worden gedwongen om hun coins dus goedkoper als de wall aan te bieden. En die prijs die wordt steeds verder naar beneden, naar beneden, naar beneden gedrukt. En ondertussen heeft de wallman dus de kans om die positie te vergroten van zichzelf. Nou, heeft hij op een gegeven moment genoeg coins verzameld, trekt hij in één keer de wall in. Prijs is kunstmatig naar beneden gedrukt. Dus er staat een beetje druk op, net als een elastiekje. Die wordt losgelaten, prijs schiet omhoog. Meneer wallman staat gelijk direct in de winst. Dat is de eerste vorm van walls. Dan hebben we nog spoofing. Dat is eigenlijk een andere. Ja, het ligt eigenlijk een beetje in het verlengde ervan. Maar dat zie je iets meer op short trading. Dat is meestal vaak een fake wall. Dat is een hele grote wall met een klein stukje ervoor. Meneer Wallman wil namelijk niet dat we echt van zijn wal snoepen, want hij wil zijn positie niet opbouwen of afbouwen. Het enige wat hij wil is bijvoorbeeld een hele grote sellorder plaatsen, omdat hij zelf al short zit. Hij wil de prijs dus omlaag drukken. Hij maakt winst op zijn shorts en ondertussen koopt hij op een laag niveau buys in. En voor de rest is het principe hetzelfde als een normale wal. Heeft hij op een gegeven moment genoeg? Sluit hij zijn shorts tegen winst. Hij verwijdert de wal. De prijs schiet omhoog. En zijn longs die hij heeft afgesloten staan ook gelijk in de winst. Nou, hoe kan je nou zien of het een fake wall is? Heel vaak als dat kleine stukje wat voor de wall ligt. Dus dat is dan zo'n klein rechthoekje. En daarna een hele hoge wall. Als dat kleine stukje wordt weggekocht.
en de wal wordt ingetrokken, dan weet je dat het een fake wal is. Ja, nu weten we hoe we die wals kunnen herkennen, maar hoe kan je daar nou zelf van profiteren? Want dat is eigenlijk best simpel. Als jij een hele grote wal ziet, bijvoorbeeld een celwal, dan weet ik dat die partij, meneer Wallman, de koers naar beneden wil drukken. Het enige wat ik dan doe is, ik ga die wal in de gaten houden. Ik ga kijken op welk prijsniveau is die wal aangemaakt. Ik wacht even, ik ga niet gelijk acties plaatsen. Ik wacht tot de prijs wat lager komt en dan op dat moment ga ik zelf ook coins inkopen. Ik ga hetzelfde doen wat de grote partij doet. En op een gegeven moment, als die wal wegvalt, heb ik gewoon voor een hele goede prijs heb ik coins verzameld. Dus buy en sell walls, altijd eerst goed observeren, afwachten, kijken wat de prijs doet. En dan rustig tegen de wal instappen. Dan kreeg ik laatst ook nog een opmerking over, er zijn toch ook onzichtbare wals? Ja, die zijn er ook. En dat heeft gewoon te maken, en dat is eigenlijk misschien zelfs een mindere vorm van manipulatie. Dat is gewoon een partij die gewoon een hele grote positie wil opbouwen zonder dat mensen het zien. En die doen dus eigenlijk het tegenovergestelde van een wall. Want ze willen juist de markt niet laten zien dat ze op een bepaald prijsniveau in willen kopen. En ja, hoe doe je dat nou? Jij en ik kunnen dat ook gewoon. Bijvoorbeeld op Bitfinex staat daar gewoon het vinkje hidden. En als ik deze aanklik, dan ziet niemand mijn order in het orderboek. En bijvoorbeeld bij Bitmax geldt hetzelfde, hidden, en mijn order is verborgen. Nou ja, is dit dan wel prijsmanipulatie? Ja, in zekere zin wel, want de partij wil, net zoals voor de voorgaande keren, gewoon zijn positie verhogen. En omdat hij die hele grote wall plaatst, merken mensen wel op een gegeven moment, oh, we komen er niet doorheen, we komen er niet doorheen. Dat is heel logisch, want in principe staat er gewoon dezelfde wall als normaal. Alleen, deze keer koopt hij die coins wel allemaal en allemaal voor een vaste prijs. Zou hij hem in het orderboek wel laten zien, ja, dan schrikken de mensen en dat heeft direct prijsinvloed. Het enige wat hij nu doet is eigenlijk de prijs ophouden. En het is nog ineens om de reden om de prijs op te houden. Het enige wat deze partij wil is voor die prijs een x aantal coins inslaan. En zodra hij genoeg coins heeft verzameld, laat hij dat gelijk los. En ja, dendert de prijs omhoog of omlaag. Nou, dit was even een korte samenvatting van wat je allemaal met manipulatie kan. Het kan allemaal nog ingewikkelder en ik kan het nog uitgebreider uitleggen. Maar ik denk dat het dan echt een te lang filmpje wordt. Heb je een flinke zak geld liggen en wil je zelf ook gaan manipuleren? Dan ben je er nog niet. Want je hebt ook echt programmeerkennis nodig of een hele goede bot. Want dit soort acties kan je gewoon weg, als normaal persoon kan je dat niet doen. Dit zijn zoveel transacties, orders plaatsen, orders die verplaatst worden in het orderboek, orders die ingetrokken worden, orders die opnieuw geplaatst worden. Dit is allemaal botwerk, dit is allemaal algoritmes. Er zijn dus ook partijen die echt gigantische bedragen voor bots neerleggen of echt programmeurs inhuren voor dit soort systemen. Dus jammer genoeg is het niet weggelegd voor de normale investeerder, voor de normale belegger. Ik hoop dat ik jullie wel heb gewezen op de gevaren en hoe je zo'n manipulatiesoort kan herkennen. En hoe je er eventueel op kan spelen en van kan profiteren. Nou, vind je dit leuk? Wil je meer van dit soort onderwerpen zien? Abonneer je dan sowieso even op ons kanaal. Klik het belletje aan, dan blijf je op de hoogte van de laatste filmpjes die we uploaden. Elk weekend hebben we ook een livestream. Om 11 uur. Heb je meer vragen? Join de Discord. Linkje staat hier onderaan het filmpje. En ik zie jullie graag een volgende keer weer. Letters.